En er is maar één God die een zoon heeft. Amen. Die voor ons is gestorven. Hij is voor ons nedergedaald op de aarde. Hij is voor ons gestorven. Hij is voor ons opgestaan uit de doden. Om ons zalig te maken. En lieve mensen die in Rotterdam hier zijn. Gelovige mensen die het moeilijk hebben. Maar als we kijken naar Daniel. Toen hij met zijn vrienden weggevoerd was naar Babylon. En daar stond hij helemaal alleen voor. En hij mocht niet bidden. En zoals wij in de corona niet zingen mochten. Maar Daniel zei, ik bid wel. Hij knielde voor Jezus. Amen. En hij werd zelfs in een leeuwkuil gegooid. En Daniel met zijn vrienden, ze bleven staan. Ze gingen niet buigen voor de afgod van Nebukadnezar. Ze hebben gekozen voor Jezus. En ze werden zelfs in de brandende oven gegooid. Maar er werd hen helemaal niks gedaan. Ze bleven ongedeerd. Amen. Halleluja. Yinda kafar.